58-59. Ideaal tempo. 59 seconden dus voor Mutola. De groep wordt gesloten door Rogacheva. Duidelijk in dit seizoen minder vorm. Kelly Holmes in derde positie. Dan Letitia Vriesde. De tweede van het WK op de 800 meter. En daar gaat Mutola al. Na 600 meter. Ze heeft zich speciaal op deze 1000 meter voorbereid. De laatste week was ze in Leuven, heeft daar getraind met Meredith Rainey. Loopt zo'n 20, 30 meter voor de andere uit. En de andere, dat is in ieder geval Kelly Holmes en Letitia Vriesden. 1.58.92, perfect op schema. Als het niet begeeft in de laatste 200 meter, dan moet dat wereldrecord eraan. Maar ik heb de indruk dat ze het moeilijk heeft. Laatste rechte lijn voor Maria Mutola, de 22-jarige Mozambicaanse. Die kan zelf de tijd mee aflezen. 2.30.67, dat is de tijd die ze moet verbeteren. En dat lukt weer 21.33. Nieuw wereldrecord door Maria Mutola. Ze is er duidelijk heel erg tevreden mee. De wereldkampioen van de 800 meter.